vandaag gaan is mijn eerste YouTube-video, dus ik ga en vandaag spelen wij Pickcrafter. Nee, doe. Vandaag spelen wij Pickcrafter. Ik ben al gespeeld geweest. Ik heb al een keer press gedaan. Het is vandaag het winterseizoen. Ben je iets op aan het nemen? Ja. Vandaag is het winterseizoen en ik ben al in de... Kijk, ik probeer in de maan te komen om een supergoeie pickaxe te krijgen. En want, kijk, mijn lievelingsbiome is de cave. En daar probeer ik in te komen. En daar probeer ik... Dus daar doe ik het eigenlijk allemaal voor. Snel kunnen hakken in de cave. En er is pas een nieuwe update gekomen. Oh ja, die peperkoekenmannetjes moeten creepers voorstellen. Dat is dat hoort bij de nieuwe, dat hoort bij de update. Hier. Kijk, de glowstone pickaxe is best goed. De game lagt een beetje omdat ik aan het opnemen ben. Doet hij normaal niet. Dit hier, dat is... Ja, dat balkje boven is voor de cooldown. Nou, het is wel een leuke game. En je moet vooral tikken. Ja, dat is wel een beetje. Maar kijk hier, de cooldown die is niet zo cool met het glowstone project. En hier, dit zijn de abilities. Maar na de cooldown ga ik even de abilities doen. Dan zie je hier in het balkje eronder, boven crafting table. En zo... waar mijn hoofd nu is een backpack, dat laat ik wel even zien. Zie je? Kijk, ik heb per ongeluk iets gedaan en dat was de ability van... Dat was de ability van de dubbele. In de kist worden allemaal spullen opgeslagen. Bij de crafting table kan ik van alles maken. En bij de map hier, daar kun je nieuwe biomes kijken. Oh, de cooldown. Ah, shit. Ik ben in de cave. Nou, moet je even de cooldown maken. De game lagt nu, ja, als je het net niet gehoord hebt. Maar ik kijk hier, het is best een leuke game. Het lagt nu een beetje, maar dat doet hij normaal niet. Kijk, ik heb net de ongelukte dubbele geused. Die use ik normaal alleen op Runic. En Runic is... super zeldzaam en heel goed. Er is nu ook Free Runic gekomen. Die kun je door apps downloaden en dingen. Kijk, maak er weer 5M. Kijk, hier. Ik ga weer terug naar de Nether. Kijk, zie je? Nee. Weg. Hier. Hey, ik kan mezelf bewegen. Hallo. Ik zit op de pickaxe. Yay, bone pickaxe. Lol. Kijk hier. Dit is drill. Helpt je een beetje met pikken. Kijk hier. Ja, hier de TNT die breekt een blok. Zal ik alleen gebruiken op bedrock en obsidian. Bedrock vind je alleen op de cave, obsidian in de Nether en de cave. Snap je? Kijk. En deze geeft je meer kans op crit strikes. En je ziet poison. Beetje raar. Kijk. Maar in de Nether zitten twee zeldzame dingen. Rubies en ja. Ja. Rubies en stone. Het is raar, want die zit alleen in de end. Snap je? Dus ik zal het op de maan zetten, maar ja, ik heb deze game niet gemaakt. Oh ja, ik probeer ook op mijn vriend zijn kanaal. Ik ga zijn naam niet noemen, maar ja, je ziet hem wel bij de reclame van de stichting Opkikker met DJ Stuiter. Oh, creeper. Sorry dat ik die niet gezien had. Creepers geven ook een explosie. En gunpowder. En je hebt 300 gunpowder nodig voor een creep pickaxe. Maar die is niet echt goed. Gebleken. Dus die gebruik ik niet. Oh ja, hier bij de crafting tables kun je hier allemaal armor tools en speciale dingen kopen. En ja, van craften bedoel ik. Hier kun je nieuwe pickaxe kopen. Kijk, maar Anstone maakt een cookie pickaxe. Dat is best raar. Kijk, maar hier, kijk,
Er zijn ook gewoon nieuwe pickaxe en deze. De candy pickaxe van de winter candy pickaxe. Die kun je alleen vinden in de tundra in het winterseizoen. En ik open nu een kistje. En wat zit erin? Koraal. Nether quartz. Nether brick, daar heb ik nodig. Nether egg en sandstone. Oké. Oh ja, nieuwe pickaxe geluid is gewoon leuk en het geluid is ook best leuk. Maar ja, leuke game. Dat was het. Dat was mijn eerste YouTube video. Doei!